Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Mario Kart 8 Deluxe, de 150cc Gold Run. Met mij van Shine Sprites. We gaan vandaag de Lightning Cup doen, het bliksemschichtje met weer vier van die retrobanen. Ik ben benieuwd, we hebben natuurlijk altijd, dat hoort bij de kroontje en bij de Lightning Cup, dat er een Rainbow Road achteraan zit. Dat is bij deze natuurlijk dan ook zo. Maar eerst gaan we TikTok Clock doen. Wie kent TikTok Clock nog? Een van de kutste levels van Super Mario 64. Een van de wel leukere levels, moet ik zeggen, qua design-wise van Mario Kart. Dus die zijn we op dit moment even aan het doen. Alleen die dingen kunnen echt heel vervelend uitpakken. Dat die echt op de verkeerde plek zitten. Maar qua design-wise vind ik het echt een vette track. Of hij fijn is om te spelen, daar hebben we het niet over. Maar het is wel qua design wise echt wel een vette track. Kut, ja, ik dacht het al. Maar we zitten nog vroeg in de game, dat maakt het niet uit. We staan nog steeds eerst. Oeh, een Koopa heeft ons ingehaald. Het was maar voor 2 seconden, maar toch. Koopa die haalde ons wel even mooi in. Gaan we weer vliegen. Bommetjes vind ik echt een kut items om te krijgen. Zeker als je eerste staat. Dat bedoel ik. Oeh, nog net. Kut. Ik wou zeggen, nog net op tijd het schildje gekregen. Maar het liep allemaal even iets anders dan wat ik had gehoopt. Yoshi staat heel dichtbij. Oh, en Koopa ook. Koopa en Yoshi staat heel dichtbij me. Ik moet zeggen, ze zijn me veel aan het focussen deze ronde. Yo, Yoshi. Ik heb een nieuwe rivaal in deze cup. Waar zijn Drybowser en Koopa als je ook Yoshi... Oké, Yoshi heeft het verpest voor zichzelf. Yoshi heeft het al verpest voor zichzelf. Nice. Oh, en dik ook als je de kaart ziet. En het is weer Drybowser die dan weer tweede wordt. Het is niet te geloven. Oké. De tweede baan is van de 3DS, de Piranha Plant. Nog wat. Pipeway of zoiets. Iets minder leuk level, naar mijn mening. Maar ja, die moet ook gewoon gebeuren. Ik ken een hele andere baan in zo'n pijp die wel leuk is. Dat is Koopa Cape. Eerst vond ik dat dus echt een kutbaan, hè, toen die voor het eerst uitkwam. Alleen toen ik een beetje de controle snapte, dan valt hij hartstikke mee. Maar ik vond de Koopa Cape, toen ik die voor het eerst deed, dacht ik van wat is dit voor een Satanbaan. Nou, ja, dit is ook niet echt mijn favoriete baan, maar ja, soms moet je gewoon, hè. Oh, een grote Piranha Plant ding. Oké. Hier gaan we vliegen. Kut. Het leven is very cutting. Maar we hebben een banaan om ons te beschermen tegen een kut, Yoshi. Het is niet gelukt om het te beschermen. Oké. Kijk, wat een play van Yoshi. Wauw. En... Drybowser gooit gewoon even een boemerang tegen me aan. Leuk. Oké. Yoshi denkt dat hij stoer is, hè? Ook hier. Wacht maar, joh. Ah, word ik nog geraakt ook. Wat een kutzooi. Het gaat niet allemaal van harte. We hebben wel de Koopa ingehaald, maar nu staat Yoshi weer voor. Maakt het wel wat spannender, dus dat is in ieder geval wat Yoshi wel bereikt heeft. Verder. Oké, dit ging echt heel kut allemaal.
sta vijfde, jongens. Hoe kan dit gebeuren? Weer. Hoe kan dat nou? Oké, zevende. Nu wordt het wel een beetje heel triest, jongens. Nu moeten we alles even inhalen. Vierde. Kom, we moeten de schade beperken. Dit gaat niet goed. Er stond de Goomba in de weg. Heel sad. Oeh, we zijn al bijna over. We zijn wel tweede. We zijn nu, we staan weer eerste. Oké. Nu is de kans, de taak om eerste te blijven. Dat is niet gelukt, want Josje heeft me al ingehaald. En dan ook nog eens dit kutstukje, wat ik dus de hele tijd aan het verneuken ben. Ik heb hem ingehaald. Oh, en de Raibowser kwam ook nog aan. Volgens mij is hij nog tweede geworden. Oh, wat een finish was dit. Wat een finish was dit. Maar ik ben weer eerste. Kabooming. Heel ziek. Oké. Next. Oh nee, niet Crumble Volcano. Wat is dit een kut cup, zeg. Crumble Volcano, ook de kutcups moeten gedaan worden. Yoshi is elke keer in de lead, maar die eindigt alleen niet echt heel goed. Hamilton wel ook. Oh, zit dat wel op? Ging niet helemaal goed, maar we hebben nog kans. Yoshi denkt weer dat hij stoer is, maar hij weet allemaal hoe dit gaat aflopen. Ik merk wel dat als ik de banen kutter vind, dat ik ook kutter speel. Yes, oké. Okay. Oh, we staan tweede, wacht. Burger. Oh, daar is Yoshi. Oh ja, Yoshi denkt natuurlijk weer dat hij eerste kan worden of tweede. Dus tot nu toe nog niet echt geluk bij Yoshi. Maar wellicht dat het dit keer de eerste keer is voor Yoshi dat het gebeurt. Mag ik alsjeblieft op grootheid weer terug? Dank je. Kut. Gaat niet goed. Halen we hem in? Nee, het is Koopa die eerste, want het is weer Yoshi niet. Geen drie sterren helaas. Geen drie sterren. Laten we deze cup dan wel gewoon even binnenslepen door de Rainbow Road een beetje goed te spelen. Dat zou voor iedereen het beste zijn. Wel een vette Rainbow Road dit. Zie je? Dit is betere Rainbow Road dan die we al gedaan hebben. Die.
Je hebt ook een Rainbow Road, ik weet even niet meer welke dat was, maar die was wel verder. Dat je echt. Of was dat, is dat deze misschien? Dat je ook echt over de planeten heen gaat en zo. Ik weet niet welke dat was. Ik moet zeggen dat ik die van de GameCube ook nog steeds heel vet vind, de Rainbow Road. Kijk, we zitten nu al in de laatste lap. Dit is echt, echt een korte baan. Zag je die Bowser vuurwerk? Heel goed. Dat ging maar net goed. Voor mij hadden ze dit makkelijk gewoon 3 keer een rondje kunnen doen, maar het zal wel. Goed, helaas geen 3 sterren, maar we hebben het wel gewoon goed gedaan, eerlijk is eerlijk. We hebben gewoon weer dat cupje binnen, de Lightning Cup, we hebben gewoon weer binnen gefietst. Easy peasy lemon squeezy. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en dan beginnen we de volgende aflevering met de Triforce Cup. Ik heb nog maar één ding te zeggen, dat is adios, amigos.